Goedenavond, medemensen. Ik moet af en toe ook even mijn hondjes in de gaten houden. Ze zal af en toe mijn telefoon zien verschieten. Dat zei je zo. De afgelopen 24 uur waren bijzondere uren om als toeschouwer op afstand te mogen bewonderen. En dan weet ik niet of dat ik het eerst wil hebben over een dame. En dan wil ik het niet hebben over goed of slecht. Maar dan wil ik het puur hebben over het feit dat ze een mes in de hart of in de rug hebben gestoken. Gekregen. Maar net hoe je hem verwoorden wil. Maar ik wil het ook hebben over bijvoorbeeld een Casper. Over gekke Eppo. Over neusbel. En ik ga het een en ander toelichten. Over Vidère. Want uiteraard komt er mijn strot uit. Maar wie aandacht wil, zal aandacht krijgen. Allereerst Casper Zwart, Malieveld in Den Haag. Hij zit er al sinds de kerst in hongerstaking. Oké. Lieve medemensen, als je in hongerstaking gaat, dan ga je lichaam anders functioneren en ga je op een bepaald moment heel hard achteruit. Wat denk je dat je lichaam doet als je in een hongerstaking gaat, terwijl je buiten op het Malieveld legt? Ik heb al vrij snel gezegd van nou, op hoop van zegen, maar ik zie dit nog wel eens fout gaan. Op wat voor manier dan ook. Het mag natuurlijk niet gezegd worden. Dan ben je een troll en dan ben je een mol. Dan je prima, vind lekker wat je vinden wil. Doet ermee wat je wil. Maak er een knuffel van en neem het mee naar bed. Dikke prima. Maar het is inmiddels 10 januari. En van kerst tot en met 10 januari in hongerstaking. En dan nog zo goed functioneren. Terwijl je zogenaamd er buiten legt. Ja, ja. Nou, lieve mensen, dan moet je wel heel erg naïef zijn om dit te geloven. De waarheid is, ik ben vanmiddag gebeld. En hij, deze persoon, die vertelde mij van ja, Marijk, ik snap dat jij de hele week al aan het roepen bent, want je hebt ergens wel gelijk. Want na een week zonder vreten, buiten in de kou, nou, dan kap je lichaam er wel ongeveer mee, hoor. Dan heb je het wel gehad. Dan leg je niet meer te lachen in een slaapzakje met een vulle zak over je heen. Dus dat klopt iets niet. Nou, dat er iets niet klopt, dat heb ik gelijk al gezegd. Hij zegt, maar je hebt gelijk hoor, want het is niet zo dat hij helemaal in volledige hongerstaking is. En hij krijgt wel meer als een bouillonnetje en een fruitsapje. Ja, dat dacht ik al, want anders hou je het niet vol. Maar ik ben wel dankbaar dat deze persoon toch mijn nummer heeft weten te achterhalen en op mijn heeft gebeld. Om in ieder geval de bevestiging te geven op mijn vermoedens. Maar hij zegt ook, hij eet meer als dan jullie denken. Want het is één groot toneelstuk. Het is geen hongerstaking, maar het is een aandachtsshow. Mwa, dat geloof ik direct. Dat wil ik geloven, ja. Zoals hij zich momenteel gedraagt als opperhoofd van wat precies. Dat ik denk, nou dan, ik weet niet waar je dan met je verstand zit, maar dan zie je iets wat ver met je hersens bij de werkelijkheid vandaan. Ja. Hij zegt, maar wist jij dat hij helemaal niet al die nachten buiten hebt gelegen? Oh, vertel. Hij zegt, Marijk, hij steekt nu wel die Claudia een mes in de rug, hè? Ja, dat heb ik gezien. Maar zij heeft wel geregeld
Zij is degene die heeft geregeld dat hij in een hotelletje een nacht heeft kunnen overnachten. Zij is degene die het beter met hem voor heeft gehad als neusbel. Zij is degene die in werkelijkheid achter hem aan heeft gerend. Nou, dat gaf ze gisteren ook al aan in een vlogje. Ik heb met stom toeval een account doorgestuurd gekregen waarin zij dat ook al vertelde. Dus dan krijg je twee volledig overeenstemmende verhalen van twee personen waar ik eigenlijk niet of nauwelijks wat mee te schaften had. Dat in combinatie op je eigen vermoeden. Ach man, van Amina wegwezen van mijn account, opmieteren. Blijf lekker weg uit mijn buurt, heel snel, want ik heb niks aan domme varkens. Enfin, ondertussen, die Claudia, die heb in het verleden van horen en zeggen via heel veel vervelende dingen over mij gezegd. Nou ja, dikke prima, je gaat je gang, maar je roept maar dan in ons weg. Maar wat zie ik nu gebeuren? When we go one, we go all en hoppata, allemaal messen tegelijkertijd die op Claudia worden afgevuurd. Hey mensen, leg me uit waar je dat aan verdiend hebt dan. Het gaat niet over goed en het gaat niet over slecht. Leg me uit waar zij dit aan verdiend hebt. Dit is niet uit te leggen, hè mensen. When we go one, we go all. Maar tegelijkertijd pleuren we ze net zo makkelijk mensen uit die groep. En dan steken ze zo'n hart bij de mensen. Zo hoppata, zo mes het hart in. En dan staan ze. Ik snap niet dat er niet steeds meer demonstranten bij komen. Ik begrijp niet dat er heel veel demonstranten niet meer komen tegenwoordig. Wij missen heel veel mensen. Ja, dat het afgelopen 2 jaar een relatie is geweest van hier tot en met heb ik jou daar. Dat heb ik ook wel gezien. Maar zal het niet aan de onderlinge haat en nijd, strijd leggen dat dit zo gaat? Ik vind het niet raar hoor, dan heel veel mensen afhaken, dan ze komen en afhaken, elke keer opnieuw. Dat ze maar een enkeling blijft hangen. En uiteindelijk van die zogenaamd harde kern uiteindelijk ook weer mensen afdruipen. Ik vind het niet raar hoor. Want wat ik zie op afstand, het is haat, het is nijd, het is haat, nijd, gelul, gezeik. Ik begin als buitenstaander op een afstandje. Het is net of dat je tegen een onderlinge concurrentiestrijd aan zit te kijken, man. Terwijl er wordt gezegd, één team, één taak. Ja, waarom concurreren jullie elkaar de pan dan uit? Dat is toch geen één team, één taak? Of wel dan? Inderdaad, Fabian, waarom kijk je dan? Ja... Dat zijn van die trolletjes, van die molletjes, die kunnen niet nadenken. En als ze dan de waarheid voorgeschoteld krijgen, ja, dan gaan ze een beetje rare onzin uit kramen. Weet je, ja, dat hoort gewoon... Weet je wat het is, hè? Niet elke paddenstoel heeft zaadjes bij zich, hè? Gewoon niet op reageren op die hersenloze gekken. Afijn. Dus dat wil ik rechtgezet hebben. Casper is helemaal niet in hongerstaking. Casper krijgt suiker binnen, krijgt zout binnen, soep binnen. Dan kan je een lepel recht in overeind zetten. Een broodje hier, een zusje daar. Die krijgt genoeg toegestopt. Dus het is helemaal geen hongerstaking. Het is een toneelstuk waar we naar kijken. En vele mensen die dat toneelstuk in stand houden. Want we hebben het beste met Casper voor.
Dus laten we meedoen aan het toneelstuk. In plaats de waarheid, de realiteit, de werkelijkheid. Vind het maar een vreemd soort liefde. Want liefde, die leg je in mijn wereld toch altijd zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid. Zuivere grond zal het beste en de mooiste bloemen geven. Het is allemaal zo simpel, het is allemaal zo eenvoudig. Claudia, wat ze ook over mij hebben gezegd. Ik ben ik en ik ben wel dapper genoeg om te zeggen, om op te staan. Stelletje pannenkoeken, wat jullie haar nu doen, hè? Achter de rug om. Dit verdient ze niet. Verdiep je. Verdiep je in onder andere neusbel. Want wat gaat er nu gebeuren? Neusbel is met Casper komen aandragen. Neusbel heeft de portemonnee goed gevuld. Neusbel heeft zogenaamd uit liefde, heeft ze Claudia... naar voren geschoven. Claudia heeft dit zelf ook zo gewild. Maar als je dan naar Claudia kijkt, dan zie je ook echt een persoon. Dan denk je, ja, die is zo. Die heeft heel niet in de gaten wat voor wespennest of slangenzooi ze beland is. Dan kijk je naar iemand en dan doe je die ogen vergroten van een profielfotootje. En dan denk je, ach god, ja, die is zo. Daar is de volgende die erin getrapt is. Wat ze over mij gezegd hebt, dat is tussen mij en haar. Maar ik zeg jullie wel, wat er nu gebeurt, die messen, dit verdient ze niet. Zij heeft wel degelijk op haar manier, let wel, op haar manier de best willen doen. En dan gaan we niet de discussie aan, heeft ze het goed gedaan, heeft ze het slecht gedaan. Zij heeft het op haar manier goed willen doen. Dus iedereen... Maar ook iedereen die het afgelopen 24 uur messen, pijlen, richting deze vrouw, spiritueel, heeft gehoord. Denk eens na. Ga het eens heel goed bij jezelf ten rade. Want zo ga je niet met medemensen om. Want, wat nu gebeurde... Dit was potverdikkie te voorspellen. Ik heb dit voorspeld. Ik heb het nog gezegd. Iedereen die een heel klein beetje vooruit kan nadenken, die heeft dit voorspeld. Die heeft dit aanzien komen. Ja? En wie komt er nu als lachende derde mee weg? Juist, ja. En wie krijgt alle strontkargen eroverheen geflikkerd? Juist, ja. En wie zegt er gewoon wat van? Ik. Want I don't give a shit. Make my day and make it nice. Dat ik voor het eerst van die vrouw hoorde. Heb ik heel weinig gehoord. Maar ik had al genoeg gehoord. Ze zei, oh, ik zeg die vrouw. Ik zei, let op. Dat is de een die, wordt, die gaat gebruikt worden. En die trappen ze eruit. Let op, let op. Het zal te snot verdomme die waarheid zijn dat ik nog gelijk krijg ook, hè. Het zal me werkelijk niet verbazen. Want het gaat om haat en nijd en om concurrentie en om wie de beste is. Daarom komen ze ook geen 3 millimeter verder. Want samenwerken, dan ben je volledig gelijk aan elkaar. Dan ben je niet iemands onderdaan. Dan ben je niet iemand aan het overheersen. Dan sta je met elkaar voor één en hetzelfde doel. Ja, Destiny, ja, ik zeg altijd gewoon alles wat ik denk, hoor. Echt, ik heb ze zo mee, wat willen ze doen dan? Kom je aan mok maken aan mijn deur, joh, best, joh. Kom graag na 7 uur als de kleintjes pitten. Kan mij echt niet schelen, hoor. Kreentje meer of minder een vuistslag moet geven. I don't give a fuck, weet je. Ik zeg wat ik denk. En blijf gewoon bij de waarheid. En zo simpel is het leven, weet je. En wat een ander doet, ja, dan moet een ander maar weten. En fijn, dat was Casper en Claudia.
waarvan ik zeg, de bron van deze ellende is Neusbel. En absoluut niet Claudia. Absoluut niet. Want elk gek die wist op een dag dat het winter ging worden. Zelfs een peuter weet dat jaargetijden vier seizoenen hebben. Neusbel is van de poppenkasten van de theatershows. Als je die Claudia, ga maar naar dit profieltje van haar, doe die ogen vergroten, gewoon puur die ogen en de rest wegklik. Alleen die ogen en dan denk je, ja. Mijn god zeg, het is eigenlijk gewoon een simpele ziel, die heeft het beste met hem voor gehad. Loyaal, nobel naar hem toe. Die is ervoor gegaan. Krijg nu een dolk in de mes, of een dolk in de rug. Lieve mensen. Ik ben het hier niet mee eens. Dan wil ik eens verder. Op Eroaia. Op Neusbel. Je hebt tegenwoordig onder andere Vidaire, Oudaire, Startaire. Nog een paar van die gekke sites. Ik wil eigenlijk niet eens reclame voor ze maken. Mensen weten wel ongeveer welke sites dat zijn. Maar wisten jullie dat in het verleden, denk zo'n 5 jaar geleden, dan had je Break the System. En dan had je ook Occupy. En wist je dat Neusbel toen ook al print heerlijk tussen dartelde? Weet je waarom die Vidaire zoveel van de weten? Omdat ze destijds, onder andere met diezelfde Neusbel, destijds op het Malingveld hebben gestaan. Daarom weten ze zoveel over die Neusbel. Dit weet Neusbel donders goed. Maar Neusbel, die gaat dit niet vertellen. Want Neusbel, die heeft een hele vieze, gore rol. Zo zijn er nog een aantal. Die ten tijde van de Break the System daar al liepen. Alleen die hadden toen destijds geen rol. Of geen directe contacten. Met de werkelijke daders van de eerder genoemde sites. Dat weet Neusbel. Spit alles uit. Ga terug. Spit alles uit. En verwonder je slechts. Occupy is gewoon nog te vinden op internet. Break the System is gewoon nog te vinden op internet. Dan zijn er gewoon nog de opmerkingen en de reacties van te vinden op internet. Dan kan je precies zien wie er toen al liepen en wie er nu nieuw zijn. Niks nieuws aan. Die Neusbel, dat is er één. Die is slachtoffer. Die zet een hele poppenkastshow in scène, waarin ze heel veel slachtoffers maakt. En dan weet ze het zo te spelen dat het is haar allemaal overkomen. En wat ze nu toch weer over haar zeggen. Oh, ze is zo zielig. Je zou bijna denken dat het echt is. Nou, ik zou je zeggen, het is niet echt. Zo speelt haar handlanger, genaamd Gekke Apple 1 of ook wel Marcel V, ook een rol als slachtoffer. Maar hij is dader. Het zijn de daders. Ze hebben heel veel slachtoffers gemaakt. Ga maar zoeken. Ga maar graven. Wat me opgevallen is, ze draaien alles om. Die en die heeft 20 accounts. Hebben ze het zelf. Die en die doet dat en dat. Dat hebben ze het zelf gedaan. En mensen trappen erin. Nog wel. Maar list, leugen en bedrog komen altijd op tafel. Dus als ik zeg dat je met de verkeerde aan het kutten bent gegaan, ben je met de verkeerde aan het kutten gegaan. Buiten de aangifte die ik al had leggen tegen Vidaire,
legt gemiddeld ook een tweede uitgebreide aangifte tegen de daders van Vidère. En dan hebben we gek Eppo die het heel graag heel hoog speelt. Nou, dat vind ik best. Als jij het graag hoog wil spelen, nou, dan wil ik prima, joh. Want ik weet dat ik bij de waarheid gebleven ben elke seconde van de dag. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb op basis van zijn valse beschuldigingen, heb ik alle social media sites doorgezocht. En heb ik heel veel documentatie verzameld. Waarin aantoonbaar ik heb kunnen overdragen aan de politie. Kijk eens hoeveel mensen hij hierin meetrekt. En wat dit met mij doet. Maar dan kom je bij een ander verhaal. Oké, Floor, dag. Jij gaat er ook uit. Doei, doei. Dag, Floor. Dan kom je bij een ander verhaal. Dan denk je dat je de enigste bent die een aangifte hebt gedaan. Blijken er heel veel mensen aangiftes hebben gedaan. Steeds meer mensen die het zat zijn. Dus jullie denken dat dit spel oneindig is? Ik zit naar die Floor te lezen. Nou, ik weet niet wat voor drugs die gebruikt hebt, maar... Ik vond jou heel zielig. Ik heb jou echt het handje boven je hoofd willen houden. Maar jij vliegt er zo meteen echt gelijk uit, dame. Hier ben ik niet van gediend. En fijn. Ik ben niet de enige die aangifte heb gedaan. Er is een tweede aangifte bij. Er is een heel reportagesysteem over Vidère gemaakt. Zijn er meerdere mensen die godzijdank aangifte hebben gedaan? Ik weet al een poosje wie er werkelijk achter zitten. Die gaan ook echt nog wel een probleem krijgen. Want zoals dat ik al zeg, dit is niks nieuws. Dit is dus gewoon een fucking herhaling van de geschiedenis. Een geschiedenis die of heel goed verborgen is gebleven omdat mensen het gewoon niet interesseerden. Of men echt doelbewust verborgen hebben willen houden om tweestrijd te creëren. Verdeling. Nou, ik kan jullie wel vertellen, gaan jullie lekker door met die verdeling en met de haatzaaien en met de tweedracht. Dan steun ik andere mensen die werkelijk voor verbinding staan. Want ik denk zelf dat verbinding het sleutelwoord gaat worden. Maar dat je je eigen moet verbinden met mensen die tot op het bot toe zuiver zijn. Want als je je eigen verbindt met vullers, dan word je zelf besmet. Ik heb in het verleden wel eens een donatie gedaan. Naar een bepaald iemand. Omdat ik dacht dat hij te vertrouwen was. Omdat hij opstond. Ook tegen het mondkapjesbeleid. Ik dacht toen van, nou weet je, ik kan er zelf niet bij zijn. Goed, dan doe ik een donatie. Toch mijn steentje bijgedragen. Want het tegengeluid moet gehoord worden, hè, die mondkapjes. Ik zal jullie zeggen, ik doneer geen stuiver meer. Echt geen stuiver meer. En niet omdat men roept van hij is een oplichter. En niet omdat men roept de meest waanzinnige dingen. Dat ik denk, ja,
Weet je, I don't give a fuck eigenlijk. Ik doneer geen stuiver meer, omdat ik er geen vertrouwen meer in heb. Het is spijtig dat het zo moet gaan. Ik heb mij gewoon een hele poos geleden teruggetrokken, afgebakend van alles wat giftig is. Ik ben gaan onderzoeken. Ik ben veel te weten gekomen. Ik hoop wel sommige leiders van demonstratiegroepen er ook echt gaan staan om die verdeeldheid eruit te halen. Om verdeeldheid en haat te weigeren. Omdat het constant al fucking 6, 7 jaar lang dezelfde onrustzaaiers zijn in Demoland. Goed, staan de demonstratieleiders niet op. Ook prima. Want ik vind het ondertussen allemaal wel best en gescheten. Ik kan je wel zeggen, ik had al een aantal mensen een hele lange periode op het oog. Dat ik denk, zijn die wel zo zuiver? Want hun gezichtsuitdrukking en hun woord komen niet met elkaar overeen. Klopt dit wel? Klopt dit wel? En achteraf denk ik, ik wou dat ik linea directa gelijk dat soort types eruit hadden gebonjourd. Ik heb toen destijds, denk wat raar, houding en gedrag komen niet overheen. Gesproken woord en lichaamstaal komen niet overheen. Nou, het zal wel aan mijn leggen, laat maar. Ik wou dat ik beter naar mezelf had geluisterd. Want dan hadden er heel veel mensen veel eerder onthuld geweest. Afijn. Het gaat nu alsnog gebeuren. Ik hoop voor jullie allemaal dat er eens wat gaat veranderen. Als het gaat over nadenken. Met name binnen demonstratieland. Heel veel mensen zijn uiterst impulsief. Die doen er maar wat, die roepen maar wat. Die steken een blootje in een waffel, nemen er een biertje bij. Geven hun bek een douw. En die hebben geen idee wat voor tweesplitsing ze überhaupt teweeg brengen. Ik vind het zonde. Ik vind het spijtig. Dan heb je ook een aantal demonstranten. Die komen, ja, ik heb een 6 of 9 millimeter, weet ik veel, in ieder geval zoveel millimeter. Ja, wat kunnen, dan knal ik je af. Nou, joh, best joh. Ik heb toen al gezegd, dan moet je gewoon even langskomen. Dan kennen ze dat wapen van je rectoraal uit je darmknal hengelen, hoor. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Het is allemaal poelhaal op afstand. Allemaal een grote teringbek op afstand. En als het erop neerkomt, allemaal net niks. Of dan moeten ze, wat ik al in het verleden ook al eerder heb gezien, dan gaan ze een beetje samenvoegen. 4, 5 man sterk, want 1 op 1. Ze hebben hele grote praatjes, maar het komt er niet van. Dan gaan ze een beetje samenvoegen. 5, 6, weet je wel, een beetje sterk. Een beetje moed inzuipen, een paar blootjes extra. En dan komen de stel van die kwasten, hoor. Nou, voor mij mag ie. Onthoud 1 ding. Ik ben echt een taaie teringtand, hè. Geloof me. En dat kan ik je overdag niet hebben. Ik prik je s'nachts vast aan je matras, hè. Want mij zal je echt niet zomaar de pis lauw maken. Dat is net zoiets als die bepaalde persoon. Van ik heb er zoveel millimeter. En Nou, ik heb totaal geen driekwartjes vertrouwen in de politie. Want dan heb ik nog meer vertrouwen momenteel in een niet nadenkende demonstrant. Goed, je moet het ermee doen. Maar het zegt al wat over jezelf, hè. Als je gewoon wapens nodig hebt om te vechten.
Serieus. Please, man, get alive, weet je? Hoe kan ik jou ooit nog serieus nemen? Weet je wat je moet doen? Als je ooit dit vlogje ziet, hè? Als je werkelijk een wapen hebt, pleur hem gewoon in de container. Ga het afkicken. En ga het een leven zoeken. Want je bent niet goed bezig op deze manier. En je moet echt veel meer uit de kast halen om mij te imponeren, hoor. Dat is net zoiets als die neusbel. Weet je? Kom maar, hoor. Ik zweer het je. Ik help je eigenhandig een goed leven in. Ik zweer het je. Geloof me. Want ik ben jullie gezeik en geouwe hoer en vies gore praatje zo lang als dat als vandaag. Want daar schiet deze wereld helemaal geen klote mee op. When we go on, we go all. Allemaal plaatjes op Facebook en Insta en Twitter en allemaal. Nou belangrijk. Maar ondertussen maken ze de meeste haat onder elkaar. Echt, serieus. Jullie zijn er compleet gestoord in mijn ogen. Hoi. Dat is wat ik van jullie vind. Gestoord, zielig. Jullie leven gewoon in mist. Als je al constant moet roken, blowen, alcohol drinken. Om wat voor te stellen, jongen, je leeft in mist. En wie in mist leeft, die zal nooit in volledige helderheid zien wat er werkelijk in deze wereld aan de hand is. Dus please, weet je, doe me een lol. Ga ergens in een hoekje zitten. En val geen andere mensen lastig. Dat is echt het beste wat jullie kunnen doen, hoor. Of ga het eens naar een... Dat zal jullie niet meer redden waarschijnlijk. Want je verstand hebben jullie toch al naar de klote geholpen. Maar ga het gewoon eens afkicken. In plaats van rare praatjes verkondigen. Want ik weet eigenlijk niet wie ik nou momenteel zieliger vind. Dan dat die idioten activitairen zijn. Die werkelijk geen leven hebben. De hele dag met hun hersens achter een computerscherm zitten. Of dat ik hun nu heel zielig moet vinden. Of dat ik een bepaald klein groepje demonstranten. Die in de mist leven. Extreem ver bij de werkelijkheid vandaan staan. Dat ik hun nu zo zielig moet vinden. Ik kan je wel zeggen, soort zoek soort. Toevallig. Gaat jullie goed? Ik hoop het beste voor jullie allemaal. Maar ik jullie wel eens vragen. Allemaal. Wat is meer nadenken voordat je iets zegt? Voordat je iets doet, ga het eens overzien wat je teweeg brengt. In plaats van die agressieve impulsen. Zeker in deze tijd van het jaar. Want op deze huidige fiets zijn jullie met geen mogelijkheid serieus te nemen. Hoi. Ik ga mijn hondje terugfluiten. Nog even een stukje doorwandelen. En verdiep je eens in de mensen. Verdiep je eens in wie is die persoon echt. Doe eens zelf onderzoek. In plaats ik heb gehoord. Want die heeft gezegd. Ja, ik heb al zoveel mensen wat horen zeggen. Nou, ik kan je zeggen, slangen, die heb ik nog nooit wat vriendelijks horen zeggen over een ander. Vossen, idem dito. Die verliezen wel hun haar om het in te streken. Als je zelf een rein hart hebt,
doet er alles aan je hart rein te houden. En dat kan je alleen maar doen door zoveel mogelijk afstand te doen van trollen, mollen, gifslangen, vossen. Kan je alleen maar doen door uit de wereld van list, leugen en bedrog te stappen. Kan je alleen maar doen door eens even heel dicht met jezelf, bij jezelf te gaan leven. Door te zeggen, wie ben ik? Zit ik wel in mijn rust? En zie ik alles eigenlijk wel helder wat er momenteel om me heen gebeurt? Want wat ik nu zie is een heel zootje op hol geslagen dolle stieren. In paniek. Die maar wat doen. Die uiteindelijk allemaal, hoe vervelend ook, de slagbank eindigen. Ik hoop dat jullie eens gaan nadenken.